Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op EDLD. Mijn naam is natuurlijk Jurgen of The Wethelding en vandaag zijn we terug met een gloednieuwe aflevering van Community Craft. En ja, ik wou al bijna weer hetzelfde intro gaan doen, of hetzelfde idee gaan doen als vorige keer. Want eigenlijk zijn we weer helemaal opnieuw begonnen. Het seizoen 3 heeft een kleine restart gehad, omdat het een beetje verkeerd was gegaan in de eerste editie, eerste poging. Maar nu zijn we weer helemaal lekker van start. En zoals je kan zien ben ik hier bezig met mijn huisje. De anderen hebben ook ondertussen alweer een huisje gebouwd. En wij zijn gewoon weer lekker bezig. Groepje 3 zijn wij. En met wij, dat bedoel ik Joey, Remco, Edwin en Kees. Wij zijn groepje 3. En ja, we zitten hier. Chill plekje. Ik was de eerste dit keer. Die aan de slag was gegaan. Maar ondertussen ben ik alweer ingehaald door de rest. Omdat ik helaas eerst nog met de dames een tentamen moest voorbereiden. Maar nu ben ik ook helemaal klaar voor dit avontuur. En daarom gaan wij vandaag ook gewoon lekker aan de slag met mijn huisje afmaken. Daar waren we vorige keer natuurlijk ook bij de andere gebleven. Ben met een huisje bezig geweest. En ja, dat zijn we nu eigenlijk weer. Huisje is al wel bijna af, gelukkig. Dus dat is in ieder geval fijn. Ja, daar komt het raam in straks. Ik denk dat zoiets wel voldoende is. En dan moeten we natuurlijk nog een dak erop maken uiteindelijk. Dat gaan we doen met een... Oakwood randje. En dan invullen met birchwood. Oh. Oh jee. Maar ja, dat wou ik vandaag eventjes doen. In ieder geval, als jij zin hebt in Community Craft en in de serie Community Craft hier op Edeldeer, laat dat dan eventjes zien door op die like te drukken. Dan weet ik, oh ja, dit willen ze vaker zien. Vorige aflevering trouwens, dankjewel voor de likes daarop. Dat waren, waren best veel likes. Dus daar was ik zeker heel blij mee. En daarom dat we vandaag gewoon meteen weer lekker terug zijn. Oké, ik wou net zeggen, hij doet niks, maar daar zijn we weer. Even kijken, we moeten gewoon eventjes zo doen. En dan hebben we weer wat stairs, want die hebben we nodig. We hebben wat stairs nodig. Oh my god, kunnen we daar niet eens verder naar boven toe? Dan gaan we maar hier aan deze kant. Die stair... Hupkee. Zo. Even kijken. Nou, eigenlijk denk ik dat we nog iets anders gaan doen. Sorry, en dan zo. Prachtig mooi. En ouch. Ja, dat wordt hem helemaal. En dan is de rest gaan we van birchwood maken. Maar daar heb ik niet zoveel van. Daar hebben we niet zoveel van. We hebben wel geteld één blokje. Nou ja, het is een begin. Dus we gaan eventjes wat extra hout hakken, jongens. En ik ga ook zeker proberen in Community Craft en vooral in de volgende afleveringen van Community Craft om te kijken of ik u met mijn mede-teamgenoten kan opnemen. Want dat lijkt me dan wel leuk als je dan toch op Community Craft zit om lekker wat samen op te nemen. En ik wil een beetje het bouwen van het groepje waarschijnlijk. Dus ik denk dat ik hierna aan een kerk of zo ga beginnen. Gewoon omdat ons plekje moet mooi zijn en een kerk is altijd handig. Toch? Dus ik denk dat ik daarmee ga beginnen hierna. En wie weet dat er dan iemand mee kan helpen met spulletjes verzamelen en alles terwijl we dat gaan bouwen. Dan gaat het natuurlijk een stuk sneller. En ja, jullie kunnen natuurlijk ook gewoon lekker suggesties achterlaten hier beneden in de reacties. En ja, dan gaan we er hopelijk een mooi seizoen van maken. Er vallen alleen geen saplings, dus we laten het maar even zo. Gelukkig stonden er nog wat saplings hier en daar, dus dan hebben die wat ruimte om te groeien. We gaan eens eventjes beginnen met dit.
Nou ja, weet je wat? We moeten eerst ook wat stairs maken, anders komen we niet zo ver. Dus wat we gaan doen is... dan maken we 40 stairs, oké. Okay. En zoiets, dan hebben we namelijk ja, wat slabs erbij. Dat moet wel goed zijn voor nu. Oké, daar gaan we niet meer naar boven komen. Dat zie ik nu ook al. Zo, dus dan gaan we hier eventjes rustig mee beginnen. En hier zullen we nog wel wat moeten graven af en toe. Is niet heel erg in principe. En dat doen we hier zo. Hup. B. Even kijken. Oh, iemand left the game. Even kijken. Oké, dan moeten we daar er nog eentje hebben. Oh jee. Dan moeten we deze even weghalen. Anders komen we niet meer naar boven. Gaan we eventjes snel terug naar Joey. Even dat ding terugbrengen. Hup. Alsjeblieft. Niks aan het handje. En ja, dan hebben we ons kleine schattige huisje daar zo aan de kant van de berg staan. Op zich, tof plekje zou ik zeggen. Ik vind het wel een chill plekje. Laat ik jullie nog eventjes zien wat voor mijn ik heb gecreëerd. Nou, ik heb helemaal naar het goede niveau zeg maar gegraven. En wij mogen geen iron smelten en craften. Of in ieder geval craften. Dus we kunnen geen emmets maken. Dus ik kon geen water naar beneden krijgen. Maar we hebben hier natuurlijk een watertje naast. Dus toen heb ik maar gewoon een gat in de muur gemaakt. En dan kunnen we alsnog gewoon lekker helemaal naar beneden springen. En ja, dan kunnen we hier lekker minen. Dus dat is best wel handig. Dat we dat kunnen hier. En er is al een beest geweest zo te zien. Dus dat is alleen maar tof. Dat is alleen maar goed. Want ja, wie weet. Vinden we daar cool shit. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit seizoen van Community Craft gaat verlopen. Ik denk dat voor deze aflevering eventjes het einde wordt. Hopelijk ook in de volgende aflevering dus met iemand samen aan de slag ga. En waarschijnlijk gaan we dan beginnen aan een kerkje bouwen. In ieder geval hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo is, vergeet dan niet eventjes een duimpje omhoog te doen. Abonneer natuurlijk ook eventjes op Edeldier als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik u terug in de volgende aflevering. Tot dan!